Ik werk nu als humanistisch geestelijk raadsman bij Defensie voor de marine. Op een oefening, als ik daar ben, dan ga ik letterlijk naast iemand zitten terwijl die zijn vuurtje aan het maken is en zijn pannetjes opzet. En ik kan me goed voorstellen, als je met dit weer buiten zit een hele week alleen maar in de slaapzak een paar uur per nacht kan slapen, dat je dan afvraagt, goh, wil ik dit wel? Waarom wil ik dit eigenlijk? De mooiste gesprekken ontstaan als ik daar ben, daar waar zij zijn. De Universiteit voor Humanistiek heb ik heel vaak gehad. Alleen dat heb ik pas met een vertraging gemerkt. Ik merk nu pas hoe vormend en leerzaam de periode is geweest op de universiteit. Je bent vooral bezig met persoonsontwikkeling, dus met jezelf en met wat mij betreft vaardigheden voor het leven. Dat betekent goed luisteren, maar ook de juiste vragen stellen, gevoeligheid ontwikkelen voor bepaalde thema's. Dat heeft mij heel erg gevormd wie ik nu als mens ben. En dat is mijn gereedschapskist of rugtas van waaruit ik nu humanistisch geestelijk raadsman bij Defensie kan zijn.